Sooner or later, you'll probably be asked by the media who you consider to be your rival. Think carefully who you select. While you will receive a claim for beating them, I recommend we could go for something like this. Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor de seizoensfinale in seizoen 1 Abu Dhabi dus, aflevering 10, ronde nummer 10. Heb jij aflevering 9 in Singapore gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en dan zie jij de aflevering verschijnen. Ben je nu op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer. Like die video vooral als je hem leuk vond. Volg mij ook trouwens even op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door voor de kwalificatie in Abu Dhabi. Nou, hier zijn we dan bij Q1 voor de laatste wedstrijd in seizoen 1. Dus net niet die muur geraakt. Gelukkig maar. En dan gaan we gewoon beginnen voor onze eerste run in Q1. Het is hier nog schemerig. De zon is hier nog niet onder. Maar het gaat denk ik wel komen in Q3. Vandaag is trouwens ook de laatste wedstrijd gereden van Abu Dhabi. Het is op dit moment 13 december dat ik deze video maak. En waarschijnlijk is het 14 of 15 december als deze video openbaar wordt gemaakt op YouTube, terwijl we een P2 laten noteren op 3/10 van Bottas. Dat is inmiddels P3 geworden. Q1 zit er alweer bijna op. Even terug naar de wedstrijd. Verstappen won de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. Dus ik ben benieuwd wat wij kunnen gaan doen in het spel. We moeten ons niet zo verbeteren, maar je weet maar nooit, want aan het einde van de rit kunnen er heel veel mensen zich toch nog gaan verbeteren. Dus wij staan er eigenlijk gewoon, wij zijn er gewoon om er te zijn. We verliezen wel wat tijd met de Delta in sector 1, rood was het daar, dus we zijn langzamer dan normaal. En we laten hier ook iemand voorbij. Die ronde is dus niet goed. We geven de leider nog een tow. En het is een P4 in Q1. Mooi. Dan zijn we door bij Q2. En we gaan proberen om op die mediums te kwalificeren. Om daar ook de race op te mogen starten. En zo niet, ja, dan moeten we gewoon naar de softbanden. Zo is het nou eenmaal. Kunnen we niks aan veranderen. Bochten nemen we goed. Komen we aan bij de hairpin. De ronde zit er alweer bijna op. De eerste run in Q1 zit er alweer bijna op. En het is een P3 op 1,1 van Max Verstappen. Dat is dus niet genoeg om door te kunnen naar Q3, want wij staan op P11, net buiten de top 10 qualifying. Vettel naar P9 op die mediums, dat is een beetje risky. En wij verbeteren ons met een paar duizendsten, zie ik, bij de Delta. 50.000ste missen wij hem op Vettel. De vlag hangt uit in Q2 en wij komen naar een P5. Toch nog door in Q3. Mooi. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q3. Het is gewoon, ja, schemerig, nacht, donker, denk ik, in Abu Dhabi. En we gaan proberen om misschien wel de pole te kunnen pakken. Het zou wel mooi zijn. Maar je weet het maar nooit. 17-2 laten wij noteren in sector 1. Beetje te wijd. En het is een P3 op 3/10 van Max Verstappen. P4 inmiddels, want Hamilton pakt de pole. En wij lijnen hier ons op voor onze laatste run in Q3. P6 op dit moment is het geworden. Het wordt een alles of niets poging om misschien de pole te kunnen pakken.
Groen in sector 1, een tiende verliezen wij op de tijd van Charles Leclerc. Paars in sector 3, groen in sector 2. En dat is onze allereerste pole position in F1 2020 Mighty Career Mode. Een tiende sneller dan Lewis Hamilton. Goed gedaan. Maar ik denk toch wel dat ik de componenten ga vervangen. Om zeker van te zijn dat we de race gewoon goed kunnen uitrijden. Dus we starten denk ik gewoon. Unfortunately, we've picked up some grid penalties and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what the other drivers get. Ja, dankjewel, Jeff. Hij bevestigt het nu ook. Wij starten dus helemaal achteraan voor de laatste race in seizoen 1. Daar gaan we dan voor Career aflevering 10 hier in Abu Dhabi. Welcome to the Yas Marina Circuit for the finale of another thrilling Formula One season. It's been a breathtaking year and we end it at a track that's been the scene of many glories and heartbreaks over its history. It's time to end the season in style. It's time for the Abu Dhabi Grand Prix. The drivers will be racing here at the Yas Marina Circuit through 21 corners and a lap distance of just over 3.4 miles. There are a few opportunities to pass, with long straights and DRS zones in two places, turns 8 and turn 11. Plenty of close racing then, plenty of speed, and I hope plenty of drama to be found in the laps ahead. Anthony Davidson joins me again for the race today. So, let's briefly discuss Lewis Hamilton. What a season they've had. A well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Leclerc, Alexander Albon, and Vettel, Ricciardo, Sainz, Kvyat, and Sergio Perez, Stroll, Ocon, Antonio Giovinazzi, and Gasly, Raikkonen, Grosjean, Lando Norris, and Louis Delatraz, Magnussen, Latifi, Russell, and the rookie. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can... It's been a long season, but let's try to end it on a high note. Nou, het was een lang seizoen en laten we proberen om dat seizoen af te sluiten op een hoge noot. Dan gaan we dan voor de laatste aflevering in seizoen 1. Abu Dhabi is onderweg. En we komen al wat beter weg dan George Russell. Vraagteken. Nee. Kijk je wel aan die binnenkant, maar we doen het gewoon voorzichtig aan. We gaan gewoon afwachten wat de rest allemaal doet. Maar goed, door bocht 1 heel gekomen. Geen schade gereden. Goed om te zien. Hier wachten we dan ook gewoon af. Weer een betere exit dan Nicolas Latifi. Overtaking nog ingeschakeld. Een beetje hulp van Russell dankzij die slipstream. En P21 is van ons. We kijken wel bij Russell, maar we kunnen niet aanvallen. Daardoor kon Latifi terug aanvallen en wij gooiden de deur daar dicht. Daar dan een betere exit hebben, terwijl Lewis Hamilton een 1.41.6 laat noteren. Russell buitenom ingehaald. Goed gedaan. En P20 is dus van ons. De volgende heet dus Kevin Magnussen. En wij noteren een 1.54.1. Voor Magnussen rijdt Louis Deletras. Misschien wordt het zijn laatste wedstrijd voor Schaven Racing, misschien ook niet. Dat zien we dan na de grote prijs wel. Groen in sector 1. Hier een andere lijn nemen dan Magnussen. Buitenom inhalen, lukt dat? Ja, zeker lukt dat. Twee mooie inhaalacties tot nu toe gemaakt op de concurrentie. En dan heet de volgende Louis Deletras. We kunnen nog niet aanvallen. Kijken wel naar de buitenkant.
maar de Leteras verdedigt die binnenkant heel slim. DRS is nog niet beschikbaar gesteld. We moeten nog even wachten. En hier dan aan die binnenkant kijken? Nee, want dat lukt niet. De Leteras heeft een slechte exit. Lukt dat hier dan? Ook niet. En bij de hotelsectie is het dan wel gelukt. De Leteras verschalkt en P18 is van ons. Mooi gedaan. Maar nog geen punten helaas. Dus we moeten van ver komen en we starten op de softbanden. Dus we gaan vroeg naar binnen helaas. Mijn plan was eigenlijk gewoon om geen grip penalty te pakken. Terwijl we Kimi Räikkönen hier ook dan mooi passeren aan die binnenkant. Mijn plan was gewoon om pole position te pakken en de wedstrijd te winnen. Alleen ja, de schade was denk ik te groot. Het risico was te groot om de wedstrijd daarmee uit te rijden. Dus ik heb dat maar niet gedaan. Ach ja, beter het zeker voor het onzekere nemen. Lando Norris is hier dan de volgende die we gaan passeren. Hij verdedigt slim die binnenkant, dus we kunnen nergens naartoe. Grosjean en Norris hebben het met elkaar aan de stok. En wij hebben hier gewoon een betere exit. Norris en Grosjean hier dan al gepasseerd. Mooi via de buitenkant. Ja, Norris dan gepasseerd. Grosjean moeten we nog even afzien te knijpen. Hij kijkt naar die binnenkant, maar wij laten geen ruimte over. En P15 is van ons. Momentje overstuur. Terwijl de DRS in één keer een fout heeft. Interessant dat dat kan gebeuren. We waren de auto daar bijna kwijt. Maar mooi als gered. Daar duiken we dan naar binnen. En volgens mij had mijn team niet opgelet. Kijk wat daar gebeurde. Maar jammer van die pitstop dat die zo is gegaan. P21, we komen dus op de ene laatste plek terug. Er zijn nog 20 rondes te gaan in de wedstrijd. En die DRS-fout die blijft maar helaas. Ik had gehoopt dat die nu al verdwenen zou zijn, alleen dat is dus niet het geval. P21 dus, gat naar Latifi is 7,7 seconden. Dat is al wat groter, maar daar hebben we dan Latifi. En nu is dat gat maar 1,1 seconde. We hebben het gewoon helemaal dichtgereden. Vettel uitgevallen bij de laatste bocht. Geen punten voor de Duitser in de seizoensfinale. In de wedstrijd in real life had hij ook geen punten gehaald. Dus het is best wel realistisch, denk ik. Maar goed, P14. Iets te enthousiast, maar wel mooi de auto gered. En die DRS-fout is er nog steeds. Interessant, in ronde nummer 10 nog 18 ronden te gaan. Ronde nummer 14 inmiddels. En nu zit Antonio Giovinazzi achter ons, naast ons, voor ons. Hij is er voorbij. En volgens mij is de DRS-fout verdwenen. Ja, we hebben weer DRS. Mooi om te zien. Dus we kunnen weer terug aanvallen bij de Italiaan die ons net heeft gepasseerd voor P12 in de wedstrijd. Kijken hier aan de buitenkant. Laat inremmen bij de Italiaan. En hem hier laten staan. Mooi gedaan. Zo doen we dat. We zitten op de helft van de grote prijs. Gaat al lekker. Ronde nummer 15 en P12. Excuseer de fout. We gaan dus naar de mediumband. Een tweestopper. Onze laatste pitstop van de dag. Van seizoen 1 eigenlijk. Want er zijn nog maar 12 rondes te gaan. En ik ga toch voor de zekerheid naar binnen.
want ik weet niet hoe groot de bandenslijtage is. 2,7, een rustige pitstop, maar beter dan de eerste. Hier stond mijn team wel klaar. Komen hier dan onder het circuit door. En terug de baan op. P18 op dit moment. En misschien kunnen we een punt pakken, maar ik weet het niet zeker. Voor ons rijdt Kevin Magnussen. Er zijn nog maar 16 ronden te gaan. Sorry, er zijn nog maar 12 ronden te gaan. We zitten in ronde nummer 16. De topsnelheid is 303 km per uur. Oké. Niet te hard, niet te zacht. Gewoon goed. De rest is dus nu ook allemaal naar binnen voor een laatste pitstop van het seizoen. En we komen terug op P16. En Magnussen heeft Carlos Sainz voor zich. Groen in sector 1, een tiende sneller dan onze beste tijd hier in Abu Dhabi. De hairpin is altijd lastig om te nemen. De apex ligt daar een beetje gek. Maar goed, daar kunnen wij niks aan doen. Ronde nummer 17 inmiddels en daar zitten we dan. Ronde nummer 18 inmiddels en daar zitten we dan aan de buitenkant bij Magnussen. Dat lukt helaas niet, dus moeten we het hier bij de DRS gedeelte doen. We sparen wat IRS. We kijken daar wel, we laten ons zien. Maar we moeten nog even wachten. Momentje overstuur op die curbstone. Hier dan voor de tweede keer de DRS geopend. Bottas zet een 1.38.2 neer. Magnussen blokkeert een band en wij gaan er voorbij. P14. Mooi, maar nog geen puntenfinish. Want er zijn nog 10 ronden te gaan. We zitten in ronde nummer 18 inmiddels. Het is daar geel op het rechte stuk en we komen vlak voor Esteban Ocon weer de baan op. Volgens mij is dat Alexander Albon die is uitgevallen. Zeg ik dat goed? Ik denk het wel. Hij rijdt nog, maar ik denk dat hij zometeen de auto langs de baan parkeert. Albon uitgevallen en de safety car is op de baan met nog 9 ronden te gaan. Dus we kunnen hiervan profiteren om misschien nog een punt te pakken in de wedstrijd. Het zou wel gaaf zijn. We rijden dus op P12. En dit is positief nieuws voor ons. Drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. We waren iets te snel met de delta. De safety car duikt weer naar binnen. We zijn dus op P10 omdat Albon is uitgevallen. Een punt dus op dit moment. Misschien kunnen we er een P9 van maken. We kijken wel bij Carlos Sainz, maar we pesten hier onze exit omdat we op die curbstones zijn beland. De Leedras heeft een achterstand van 18,1 seconden volgens mij. Wij schieten hier wel een klein beetje wijd. We zitten inmiddels in ronde nummer 22 alweer. Om 6 ronden te gaan en dan zit seizoen 1 erop. We kijken hier aan die binnenkant. We komen van ver en P9 is van ons. Goed gedaan. De volgende heet dan Lance Stroll, maar die rijdt op de softbanden. En die banden zijn flink nieuwer dan de onze. Dus hij gaat gewoon van ons wegrijden. En wij moeten dan denk ik gewoon die P9 gaan verdedigen van Carlos Sainz en Esteban Ocon. En de rest die allemaal erachter zit. Momentje overstuur op die curbzone. Gaat naar Stroll is 18e, 17e inmiddels. Bottas zet een 1.37.8 neer. En wij zetten een 1.40.3 neer. We verliezen het in sector 3. En we zijn buiten de DRS van Lance Stroll beland. Ronde nummer 24 inmiddels. Nog steeds op die P9. En achter ons Carlos Sainz. Die gaat hier denk ik
ons voorbij heeft hier DRS. We maken het niet al te moeilijk voor hem. Ja, verdedigen is zinloos. En Jeff zegt, ja kom op jongen, hou je kop erbij. We kunnen die plek weer terug veroveren en dat kunnen wij ook. Want nu volgt hier dus een tweede DRS gedeelte, dus we kunnen gelijk terug aanvallen bij de Spanjaard. Slipstream pakken. Laat inremmen, diep inremmen en P9 is dus gewoon weer van ons. Met nog 4 ronden te gaan in de wedstrijd. Dus het ziet er goed uit. En dan nummer 25. Carlos Sainz heeft hier gewoon weer DRS. Gaat ons denk ik gewoon weer voorbij. Remmen wat later. Sturen hier wat later in. En hij moet gewoon op zijn rem staan. Daardoor kan Esteban Ocon naar P10. En heeft Sainz gewoon 2 plekken verloren. Om een aanval voor 1 plek. Zo zie je het maar. Ocon kan nu aanvallen. Kijkt naar de buitenkant. Laten hem staan. Klein beetje wielbengen met de Fransman. En nu heeft Ocon een plekje verloren aan Carlos Sainz. Dus het gaat op en neer van posities. Sainz kijkt hier dan weer naar de buitenkant in ronde nummer 26. We schieten hier een klein beetje door. We pesten daardoor onze exit. Gooi hier onze overtakeknop aan. Sainz zit te kijken voor P9 in de wedstrijd. Kijkt hij weer naar die buitenkant. We remmen net wat later dan de Spanjaard. En nog steeds P9 is van ons. En dat gaat denk ik zo door tot aan de finishvlag. Ronde nummer 27, een ronde later. Nog steeds Carlos Sainz zit achter ons. Kijkt hij voor de zoveelste keer naar de buitenkant. Raakt onze sidepod. En duwen hem daar wijd. En nu zit Lando Norris achter ons. Niet Carlos Sainz, Lando Norris, de teamgenoot van de Spanjaard. Wanneer kan die dan kijken? Oh joh, hij zit er wel heel erg dicht op. Hij duwt ons gewoon vooruit. De laatste ronde loopt inmiddels voor de leider in de wedstrijd. Ik weet niet wie dat is. Volgens mij is dat Lewis Hamilton. En heeft Valtteri Bottas vlak achter zich. Dus dat wordt nog wat. Wij gaan dus nu ook onze laatste ronde in. De banden zien er gewoon nog goed uit. Groen in sector 1. Daar zit dan Lando Norris. Wij verdedigen die binnenkant. Norris remt laat. Wij duwen hem daar wijd. En dus moet Norris het nu gaan proberen om die P9 van ons af te pakken. Kijk daar naar die buitenkant, wat ook Carlos Sainz deed. We hebben een fractie later dan de jonge Brit. En ik denk dat dit hem is. P9, daar finishen wij dus. Stroll en Kvyat zijn er met elkaar aan het knokken, zie ik. Voor P7 in de wedstrijd. Vuurwerk is uit. Lewis Hamilton wint de laatste race van seizoen 1 in Abu Dhabi. Bottas finisht als tweede. Verstappen finisht als derde. En wij gaan dus mooi een P9 afschrijven. Hadden pole position, maar moesten van achteraan beginnen dankzij grip penalties. En dan terug te komen van P22 naar P9. Een prima wedstrijd en dan gaan we ons opmaken voor seizoen 2. Alright, race over. Take care of the car on the way in. It's certainly been an incredible year for Formula One, and our drivers have all pushed themselves this season, making it one of the most compelling years of racing in history. There can only be one champion, however, and here they are now, our new Formula One World Drivers' Champion. That's it then, they've taken the win here as we wrap up another fantastic Formula One season. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease.
So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Hamilton wint de wedstrijd. Bottas naar P2 pakt ook het interessante punt. Verstappen pakt het laatste podium van seizoen 1. Wij krijgen Driver of the Day, pakken ook 2 punten voor ons team. Hamilton is kampioen en wij dus naar P5. En P4 in het constructeurs, een super debuutseizoen voor Schaven Racing. En McLaren pakt nog eventjes Alfa Tauri volgens mij. Nou, hier zijn we dan dus. En het moment is daar. Gaan wij iemand anders pakken dan Deletras? Ja, we gaan iemand anders pakken. En ik heb al een idee wie dat is. En dat is volgens mij de teamgenoot die wij ook in seizoen 2 hadden voor Schaven Racing. Dat is namelijk George Russell. Ik vind gewoon dat hij bij ons thuis hoort. De Vries kunnen we ook pakken, maar dat doen we dus niet. We gaan voor een ervaren rijder. En hij is gewoon 80. Dat is uitstekend. Russell is gewoon hoger dan Albon. Ja, hij heeft gewoon veel meer. En de Letras heeft gewoon een waarde van 3 miljoen. Russell heeft een waarde van 9 miljoen. En ja, we hebben hem bereikt. Mooi. Dus we gaan onderhandelen, Jezus Christus, met Williams. Wij bieden 9,38 miljoen. Wat biedt Williams? 6,05 miljoen. Gaan we wat meer bieden? 6,15. En wat doet Williams? 6,2. 6,25. We bieden 6,3. 6,4. Dan bieden wij 6,45 miljoen. Kom op Williams, geef nou een keer op. 6,55. Kom op Williams. Dan bieden wij 6,65 miljoen dollar. 6,7 miljoen. Dan bieden wij 6,75. We gaan gewoon lekker groot. 6,85 miljoen bieden wij voor Russell. Nee, 6,95. Shit. Dan bieden we gewoon 7 miljoen voor Russell. 7,15 miljoen. En we hebben gewonnen. Russell is dus een Schaven Racing coureur. Mooi. Rating 85. Zo, de knetters, toe maar. Daardoor hebben we wel geen of nauwelijks geld meer over. Dus we moeten het gewoon slim aanpakken in wat we gaan investeren. Even de planning bekijken. En dan volgt nog een interview met Will Buxton. If it were me, this is probably what I'd invest in. We hebben wat research and development punten behaald. Mooi, dus dan kunnen we ons focussen voor seizoen 2. 30k dankzij de sponsoren. Sooner or later, you'll probably be asked by the media who you consider to be your rival. Think carefully who you select. While you will receive a claim for beating them, you'll lose a claim if you fail to do so. Okay, maar hier hebben we dan dus Will Buxton, de interviewer die we kennen van het F1 social media kanaal, in real life. Well, it's great to be back at your headquarters and I've got to say, an awful lot's changed since we were last here. Let's dive in with some questions. Will your team be going for the Constructors' Championship this season, or just for points? Dat is een hele goede vraag, waar ik het antwoord niet op weet. Ik hoop toch voor punten.
Do you see your relationship with your second driver being long-term, or will you be looking for someone else if you're successful? Ik denk toch wel dat we kijken wat Russell kan. Hopelijk kan hij ook in seizoen 3 mee, maar je weet het maar nooit. You've got one of the top teams in the Constructors' Championship. What's your secret to scoring those points? We hadden bij de meeste races geluk. You've managed to get your team into a good position. How long do you think it will be before you can challenge the big three? We werden vierde in de constructeurs. George Russell is a promising young driver. Will you be giving him the chance to shine in your team? Jazeker, hij krijgt alle mogelijkheid van mij. En ik verwacht dat hij gewoon veel beter is dan Louis de Letras. Well, thanks so much as ever for your time. It's hugely appreciated. Nou, ik denk dat ik het maar voor gezien ga houden. Dit was dus de allerlaatste aflevering van Might & Career Mode in seizoen 1. We hebben een nieuwe rijder. George Russell is vervangen van Louis de Letras. Morning, boss. This week's income... Dit was Gianon, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 Might & Career Mode. Gaan we verder in seizoen 2. En laten we gaan kijken wat het dan gaat worden. Ik hoop dat jullie er ook bij zijn bij de start van het nieuwe seizoen. Tot de volgende keer.